De dubbelsalto gehoekt. Moet hij wat gehurkt doortrekken. En ondertussen is de Russin met haar dubbele salto met hele schroef gestart. Kozetkova. En wederom het vrouwelijke in de Russische ploeg. Een trend die werd ingezet door Svetlana Boginskaya. Wat zijn we haar daar dankbaar voor. De tweede acrobatische serie. Dubbel salto gehurkt, flikvlak, spreidsprongetje salto voorover. De gecombineerde series heen en terug, die zijn er een beetje uit op dit moment. Die door Ekaterina Szabo werden geïntroduceerd en toen op een gegeven moment door iedereen werden nagevolgd. Maar hier was weer een leuke variant, de dubbelsalto direct gevolgd door een flikvlak. En ook de dubbelsalto gehurkt als laatste serie. Dina Kozetkova, een mooie oefening. En dat zal geen kleine score worden.